Ons land heeft grote problemen en die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven en een nieuwe politiek. En we hopen op uw steun ook op 22 november, zodat we dan echt kunnen beginnen met de verandering van Nederland. Hij wordt de grootste. Tenminste, dat laten de meest actuele peilingen zien. Partij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt zou nu kunnen rekenen op 31 zetels. Daarmee zou hij meer krijgen dan hij wenst. Want de grootste worden is niet zijn doel. Premier worden ook niet. Maar wat wil hij wel? Dat weet journalist Kelly Adams van de Twentse Courant Tubantia. Althans, dat hoop ik. Wat wil Pieter Omtzigt? Pieter Omtzigt wil verandering. En het is even de vraag hoe hij die gaat brengen. Maar hij wil... Zijn speerpunt zijn nieuwe bestuurscultuur en bestaanszekerheid. Dat heb je deze week overal gehoord. Maar hij wil vooral dat het anders gaat. Ja, en wat je veel hoort is met vooral die nieuwe bestuurscultuur, dat erkent hij zelf ook. Dat gaat gewoon een hele lange tijd duren. Hij heeft hetzelfde over 10 jaar, geloof ik, minstens. Ja. Hoe groot is de kans dat hij over 10 jaar nog zit waar hij gaat zitten straks? Dat durf ik niet zeggen. Dat hangt van heel veel factoren af. Ook ja, hoeveel steun gaat hij krijgen voor zijn plannen? Ja, niet en alleen... hoe hoog zijn de verwachtingen ook vooral? Verwachtingen, maar niet alleen steun als in stemmen nu, maar ook van andere partijen. Ja. Want hij kan daar straks misschien wel zitten met 20 zetels. Maar hij heeft ook andere partijen nodig om het voor elkaar te krijgen. Ja, nou, die partijen hebben zich best wel welwillend positief opgesteld toen hij die aankondiging deed over zijn nieuwe partij. Hoe heb jij daar... ook niet echt anders, denk ik. Nee, precies. Dat wilde ik dus vragen. Van, hoe heeft hij daar zelf naar gekeken? Weet je dat? Ik heb hem heel kort even gesproken. Maar ja, dit was gewoon de reactie die je kon verwachten. En ook de enige reactie die je kon krijgen. Want ja, het is natuurlijk niet verstandig om, vind ik, om tegen een partij die de grootste dreigt te worden te gaan zeggen, nou, ik vind helemaal niks. Nou, maar niet alleen een partij die de grootste dreigt te worden. Want Pim Fortuyn dreigde destijds ook de grootste te worden. Nou, die kreeg al wat kritiek te verduren, hoor. Maar Jan Kees Emmer, dat valt echt op, hè. Niemand durft ook, zo lijkt het, de bijna heilige Omtzigt aan te vallen. Op dit moment. Op dit moment. Kijk, hij zit nu in zijn honeymoon dagen en iedereen knuffelt hem. Maar reken maar dat als die campagne op gang komt en als die lijst bekend wordt en er dus ook mensen op komen te staan waar wat over te zeggen valt en dan nog betere of de ideeën van Omtzigt nog duidelijker worden, reken maar dat de aanval wordt ingezet. Want die andere partijen zullen echt niet zomaar de mantel van het grootste partij zijn zomaar overdragen aan Omtzigt. Ja, ze kunnen hem natuurlijk inhoudelijk aanvallen op politieke verschillen van mening. Ja. Dat is natuurlijk één ding, maar waar hij, denk ik, heel erg voor moet waken, ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn, is dat hij niet in de valkuil van hypocrisie trapt. Precies. Waar hij zelf natuurlijk vaak op ageert of tegen ageert als hij dat bij anderen ziet. Heb jij enig idee, Kelly, hoe hij dat gaat proberen te voorkomen bij zichzelf? Wat, die hypocrisie? Ja, de hypocrisie die eigenlijk een beetje inherent is aan de politiek vaak. Ja, ik denk dat hij heel erg voor zijn eigen punt gaat. En daar staat hij achter en hij gaat niet echt mee in die... wat je nu heel veel ziet, die bijna op de man spelen. Dat zie ik met hem niet gebeuren. Nee, maar het valt natuurlijk te bezien. Kijk, hij houdt zijn koers wel vast. Want het is Pieter Omtzigt en dat doet hij al 20 jaar. Maar er komen mensen om hem heen. De groep wordt groter. Hoe standvastig zijn zij? En hoe worden ze... En kijk, op het moment dat er één zwakke schakel is, dan zullen anderen zich daarop gaan richten. Nou, inmiddels schuift ook Johan aan.